Niek en Stephanie nemen het tegen elkaar op in griezelige Halloween-challenges. Kunnen zij het hoofd koel houden of zijn ze angsthazen? Gaan we naar links of naar rechts? Lekker. We gaan hier even, denk ik, staan gewoon. Het heel even tot ons nemen. The nature. Dat is heel goed, hè? En fijn. En bomen hebben heel veel energie. Ja? Ja. Ben jij zo'n bomenknuffelaar? Nou, ik zou wel meer een bomenknuffelaar moeten zijn. Jij ook misschien. Ja. Jij lijkt ook een beetje op een boom. Nou, ik heb het gevoel dat ik iets mis. Oh! Een brief misschien. Die heb ik hier. Nee, ik heb hem niet. Oh! Nou, daar is die. Niek en Stephanie. Ja. Dit is jullie nieuwe angsthazen challenge. Hey. Wisten jullie dat er in dit bos ooit weerwolven voorkwamen? Er zwierven, hou op hoor, op deze plek vroeger mensen rond die met volle maan in weerwolven veranderden en dan van achteren iemand besprongen. Nee. Oké. Okay. Nu denken jullie vast, dit bestaat al lang niet meer. Maar nog niet zo heel lang geleden heeft een wandelaar een vreemde gedaante met weerwolvenklauwen door het bos zien lopen. En het ergste moet nog komen, want jullie gaan in dit bos een nachtje wild kamperen. Hou op hoor. Dit is mijn grootste nachtmerrie. Ik haat het donker. Daar heb ik ook een klein jeugdtrauma aan opgelopen. Shout-out naar mijn ouders. Nee, dat komt na de scheiding. Was dat gewoon, durfde ik gewoon niet alleen te zijn in het donker. Fijne nacht. En oh ja, jullie tent staat ergens, diep in dit bos, op jullie te wachten. Nee, wat is dit nou weer voor rare opdracht? Ik hou niet van kamperen. Ik ben geen kampeerder. En al helemaal niet in een bos, in het donker. En ook niet als er dan wordt verteld dat het een soort van weerwolvenbos is. Oh, yes. Oh, yes. Horloges. Dit is natuurlijk ook weer super nice to have. Ik ben een beetje bang misschien voor het onbekende. Ja. Dus wat jij ook een beetje hebt zo met alleen in het donker zijn. Wat gaat er gebeuren? Ja, je bent dan bang voor, snap je, voor iets wat er niet is en er misschien kan zijn. En ik was altijd ook bang na de voetbaltraining dat ik dan naar huis moest fietsen. Ik moest altijd naar huis fietsen door een bos. En ik fietste liever 20 minuten om dan ik daar doorheen ging. Weerwolven bestaan al bijna 3000 jaar. Het schijnt dat als de volle maan hoog aan de hemel staat, normale mannen veranderen in deze bloeddorstige wezens. Ze pakken weerloze mensen en scheuren ze in stukken. Vandaag de dag worden ze bijna nooit meer gezien. Maar er zijn nog steeds mensen die geloven dat ze hier ronddwalen. Best creepy. Waarom komt daar heel veel licht vandaan? Ja, en waarom komt daar heel veel ook rook? Of is dat jouw ademcondens? Het is de geluidsman. Ja, maar jij bent zo raar, man, niet. Ik maak toch een grapje dat hier de geluidsman toevallig per ongeluk in beeld staat? Wow. Ja. Ah! Ah! Doe nou normaal! Nee, joh! Ik raak gewoon in een soort van freeze moment. Stef die is al een paar honderd meter weggerend. Oh, wat erg. Wat doen jullie hier? Oh, wat erg. Stef. Oh, nee, ik schrik echt heel erg van jou. Weet je hoe erg wij nog aan het schrikken zijn op dit moment? Dat is niet normaal. Mooi zo, mooi zo. En de schrik wordt alleen maar erger, want dit is het woud van de weerwolven. Ja. En weerwolven bestaan al honderden jaren. Maar denk je dat ze weg zijn? Ze zijn er nog steeds. Toen hij achter die boom vandaan kwam springen, toen stond mijn hart stil. Ik stond gewoon stil. Dus waar is jullie bescherming? Jij bent vanaf nu onze bescherming. Nou, ik weet hebben jullie de wolfsknoop wel bij jullie? Nou, nee. Hebben jullie een zilveren kogel in jullie zak? Hè? Nee. Zilveren kogel of knoop of iets zilvers bij zich? Ik zeg nee. Hebben jullie de wolvenknoop? Nee. Ik heb nog wel iets voor jullie, want... Huh? Een beetje paar tasjes. Ja, we gaven ons een tas, een rugtas. En er zat een lamp in. Wow, nice. Cool. We hebben geen zilveren kogels, we hebben geen knoop. We hebben helemaal niks. Nee, en dan moet je het overleven in het woud van de weerwolven. En waarom ben jij toch met het logo? Denk je dat ik hier blijf? Ik ben wel goed, maar niet gek. Nee, ik kom jullie alleen maar waarschuwen. En misschien dat jullie dan zo verstandig zijn om weg te gaan. Dat hoop ik eerlijk gezegd, want het is niet veilig hier. Nou,
Nou, let's go, guys. Goeie ding. Toen namen we dus afscheid van Abe. En toen begon het eigenlijk echt. Ik zie echt helemaal... Ja, ik zie ook echt zijn ene malle moer. Sorry, maar ik zie daar iets of niet, Nick? Wat is dat? Of wat is dit nou? Ik weet het niet. Oh, wacht, we hebben dat die lamp toch? Oh ja. Jezus. Het is gewoon een boom. Het is letterlijk Nick. Het is gewoon een boom, Stef. Ja, oké. Okay. Zit me niet zo bang te maken. Oh, vind ik het eigenlijk. Waar ben je niet? Kom. Blijf bij mij. Lopen. Snel. Niet nadenken. Stop. Ik vind het helemaal niet meer leuk. Ik ook niet. Oh, waar moeten we naartoe? Waar moeten we naartoe? Op! Rotten! Echt! Ik heb een zilveren kogel bij me. Gewoon bluffen. Ik vind het niet leuk. Ik vind het niet chill. Wil naar die tent en dan is het klaar. Niet doen! Niet doen! Maar ben jij fight, flight of een freeze persoon? Ik weet het niet, Niek. Ik denk nu flight. Ik ben altijd een freeze persoon. Oké, en ik ben flight. Dan heb ik niet nodig om fight. Ja, ook. Ik fight ook. Oké, ik ga ook in fight-modus. Ah, what the fuck? Het is een boom. Het is een boom. Zal ik ook mijn lampje pakken? Ja, doe niet. Dan heb ik ook een wapen. Oh, kijk dan. Oh. Een hoedje? Van papier. Wacht maar even. Oké, een hoedje. Staat er nog iets in? Nee, boeien. Kom. En wolvenhaar. Nou, het is dus duidelijk inmiddels dat er hier een wolf is. Ja. Oké, nou, groetjes thuis. Weet je wat ik jammer vind van deze lamp? Is dat het geen... Wat is dit? Ik weet het niet. Ik schrok! Nou! Ik schrok echt heel erg van dat gezicht. Ja, ik heb je nu gezien. Ja, we hebben je gezien. Kom maar tevoorschijn. Het is nu klaar, kom maar. Eet me maar op. Ja. Waar is die fluttent dan? Stef, ik zie hier een lampje. Ja? Dus misschien is dit onze tent. Gaat het? Oh, ja, het gaat. Gelukkig staat hij al op. Oh, we hebben allemaal een eigen tent. Oh, kijk nou! Oké, er zit allemaal bloed op. Er zit allemaal vieze, gore spinnenwebben op en weet ik van wat. Ga hier maar eens de nacht doorkomen. Wat is er? Ik word echt een soort van... Er staat gewoon een weerwolf ergens te pissen hier. Ik kan gewoon niet chillen. Ja, omdat je het dus niet kan zien en dus voor je gevoel ook minder controle hebt dan. Ja. Ja, maar probeer gewoon, snap je? Want als er iemand komt, wie het ook mag zijn, dan schrik je vanzelf wel. Maar ik vind het ook wel goed om te weten dat dit wel echt een angst is. Kijk, ik weet niet zo goed wat nu beter is. Of gewoon heel de avond daar te gaan zitten en wachten. Of gewoon te denken... Ik ga heel even time travelen door te gaan slapen. Ja, ik help jou met je tent, maar ik ga sowieso... Ik weet niet of ik kan slapen, maar goed, dat gaan we... Ja, maar dat weet ik dan toch ook niet? Maar dat is toch de opdracht? Oké, we spreken een codewoord af. Wat dan? Een fluitje. Ik kan niet fluiten. Oké, die kan je, ja. Maar dat is zeg maar gewoon... Socorro! Dat betekent help in het Spaans. Oké, dat is iets ingewikkeld. Maar in het Nederlands is al moeilijk genoeg. Laat het een fluitje doen, oké? Niek die wil dan een fluitje doen. Als er iets is, dan roep ik gewoon... Dan ga ik niet... Nee, ik kan nog niet fluiten. Moet je nog naar een soort van in een paniek. Nee, dat lukt niet. Ik gil gewoon en dan word je vanzelf wel wakker. Hoop ik. Oh. Ik ga echt niet kunnen slapen, denk ik. Nee, dat is wel echt... Dat is een levend beest. Ik heb al geprobeerd om even mijn ogen richten, maar ik kon gewoon niet. En op een gegeven moment moest ik plassen. Ja, toen ben ik gewoon alleen gaan plassen. Ja, ik hou hier niet van, joh. Dit is echt... Dit is letterlijk mijn grootste nachtmerrie. Okay.
ben zo blij dat het ochtend is. Ik was gisteravond was ik er echt helemaal klaar mee. Sowieso gewoon met alles, met dit bos. En vandaag ben ik best wel goed wakker geworden. Ik heb niet geslapen. Echt niet? Nee, niet geslapen. Helemaal niks? Nee, jij wel? Ja, ik wel. Ik was eigenlijk gewoon best wel snel weg. Er is wel iets gebeurd, maar ik wil niet over praten. Where is the brief? Daar komt hij aan. Ik refund the brief. Daar komt hij aan. Ja! Dankjewel! Doppetje! De uitslag. Niek en Stef. Jullie hebben deze challenge doorstaan. Jullie hebben het de hele nacht volgehouden, maar hebben jullie ook lekker geslapen? Nee. Wie was de grootste angsthaas en wie wint deze aflevering? Hier komt de uitslag. De hoogste hartslag, Niek. De hardste gil, Stephanie. Maar bij deze challenge geeft de hoogste hartslag de doorslag. Dus Stephanie wint deze uitzending. Heb ik gewonnen? Ja. Volgens de hartslagmeter is Niek deze aflevering de grootste angsthaas. En daarom krijgt hij een spin in zijn angstweb. Wie aan het einde van de serie de minste spin heeft verzameld, is de winnaar van Angsthazen. Zullen we hier nu alsjeblieft zo snel mogelijk weg? Ja, echt. Dat hoef je echt geen twee keer te zeggen. Laat je mij die tent alleen opruimen.